allemaal, welkom bij een nieuwe video. Vandaag heb ik Farah van Love Henna bij me. En we hebben deze henna designs op mijn handen, of wat dan zij, heeft ze aangebracht. En dat hebben we gefilmd, gaan we jullie zo meteen laten zien. Ik wilde heel lang met Farah een video opnemen. Ja. Want ik heb nog nooit eerder henna kunnen laten vastleggen. En ik vind het echt super mooi gedaan. En hoe lang doe je al henna? Dat is nu, dit is het 16e jaar, dat 16? Ik echt met klanten begon. Ja. Ja. En dan krijg ik altijd de vraag, oh, hoe oud ben je dan? Ja, dus nou ja, goed, ik ben bijna 32. Heel jong. Ja, heel jong. Maar ja, zo, toen de tijd ben ik dus echt begonnen met klanten en gaandeweg werd dat steeds frequenter. Ja, toen de tijd zat ik op school, dus deed ik niet elke week bijvoorbeeld. Ja. Het ging gewoon, in de loop van de jaren werd het steeds meer en steeds serieuzer. Ja. En Farah verkoopt ook henna-coat. Heel veel henna-artists komen bij haar voor hun henna. Ja. En het is natuurlijk. Ja, ik maak mijn henna zelf. En ik heb ook een website waarop ik bijvoorbeeld gewoon uitleg in de video hoe ik het maak. Dus dat is verder geen geheim zo. Maar ik maak hem dus helemaal natuurlijk. En ja, ik verkoop hem dus ook. Plaats ik ook hieronder. Kunnen jullie dan terugvinden? Ja, leuk. Ja. En waar sta je bekend om in jouw designs? Oei. Nou, eigenlijk is het zo, vind ik of denk ik, dat ik in de Marokkaanse gemeenschap bekender ben. Terwijl ik wel Indiaas van afkomst ben. Maar ja, dat is gewoon zo gegaan. En het grappige is dat ik, denk ik, bij hen ook bekend sta om een bepaalde Marokkaanse stijl. Dat ik dat goed zou kunnen. Dus ja, dat, yeah, I guess. That, okay. That's it. Yeah. En welke stijl ga je bij mij zo meteen doen? Dit? Dit, ja, nou, dit wordt Mehndi genoemd. Ja. Maar wij weten dat Mehndi betekent gewoon henna. Ja. Maar ja, in mijn gemeenschap waar ik zo vaak in werk, Marokkaanse gemeenschap, wordt Mehndi genoemd. Waarmee ze bedoelen Indiase stijl henna. Oh, okay. Dit is eigenlijk niet heel klassiek. Klassiek Indiaas, het is een beetje modern. Het is echt een mix van stijlen. Tegenwoordig is er niet. Vroeger had je echt bepaalde ja, soort van verschillen van dit is die stijl, dit is die stijl. Mm-hmm. En nu is het allemaal een beetje een mix. Ja. Klopt. Dus okay. Het is niet iets heel specifieks. Het is, ik noem het heel vaak ook gewoon het Instagram-stijl. Want het is via Instagram, je ziet artiesten over de hele wereld, die posten iets. Je haalt net één plaatje, heb je bij iemand gezien wat je leuk vond. En dat onthoud je. En dat doe je, verwerk je een keer in een ander design. Zo gaat dat meestal. Oké. Okay. Ja. Nou, we gaan beginnen. Als je wil zien hoe ze deze design heeft gecreëerd, blijf dan even verder kijken.
Nou, jullie hebben nu kunnen zien hoe ze deze henna designs heeft aangebracht. Als je dit een leuke video vond, vergeet dan niet een duimpje omhoog te doen. En als je nieuw bent op mijn kanaal, vergeet ook niet te abonneren. Alle ja, echt kanalen. Abonneren. Ik moet even waar je even praten. Maar ik ging laatst pas, zag ik je filmpjes voorbij komen. Dacht ik, oh, dit is echt leuk. Oh, en gelijk geabonneerd. Ja. Ja, hele leuke vlogs. Ja. Alles van Farah kunnen jullie hieronder vinden. Dus ook haar website waar ze laat zien hoe ze zelf haar henna maakt. En dan kan je haar ook opzoeken op Instagram. Kan je al haar hele mooie foto's vinden. En uiteraard kun je haar ook boeken voor dit komende seizoen. Ja, wie weet. Ja. Zie ik jullie allemaal weer in de volgende video. Doei!